Gerard van Maasakkers bezong in september Eindhoven ter ere van het 10-jarig bestaan van Omroep Brabant. 3000 trouwe luisteraars, waaronder opvallend veel ouderen, kwamen naar de jubileumhal om het feestje van hun omroep mee te maken. Want regionale radio staat dicht bij de mensen en het bruine koffertje van de recorder duikt overal op. Zelfs in ateliers, hier voor het wekelijkse programma Contact met Kunst. Je bezig bent geweest met de kleur en wat die allemaal veroorzaakt. Maar dan zijn er een paar die er een beetje uitvallen. Ja, dat zijn meer tekens of zo. Ja, er zijn dus... De Eindhovense kunstenaar Jan van den Berg vertelt Rudy van Rijswijk wat hem beweegt. Omdat ik dus heel erg geïnteresseerd was geraakt door de relatie die er dus ontstaat. Dus tussen het schilderen als handeling en wat er dus op je papier gebeurt. Een heel andere opvatting hield de schilder erop na die koning Karel I op de jacht portretteerde. Nog altijd hangt in de kantine van een tabaksfabriek in Reusel de kopie die Harry van Abbe liet maken als voorbeeld van zijn beeldmerk. Met deze leus voor de eerste merksigaar bouwde van Abbe aan het succes van zijn bedrijf dat na de Eerste Wereldoorlog zou uitgroeien tot de grootste sigarenfabriek van Nederland met 3000 man personeel. Van Abbe overleed in 1940 en maakte de enorme brand niet meer mee die de fabriek in 1971 in rook zou doen opgaan. De naam van Abbe bleef tot nu toe bewaard op de laatste resten van zijn bedrijf aan de Tongerense straat. Ook de zogenoemde Beltmanbouw aan de Korte Havenstraat bleef gespaard en huisvestte in 1986 voor het laatste centrale apotheek van het Catharina en Sint-Josef ziekenhuis. In de zeer vroege morgen van 14 juni maakten een drietal kunstenaars zich op voor een zeer bijzondere hulde. Het 50-jarig museum dat de naam van Abbe internationale bekendheid gaf, kreeg uiterst behoedzaam de feesthoed opgezet. Een feesthoed die kleiner uitviel dan was bedoeld. De jarige kreeg allerlei giften aangedragen en ook de gasten deelden mee, waaronder minister Brinkman, die bij de officiële opening van de jubileumtentoonstelling ooghoogte het beleid prees van de naoorlogse directeuren. Wat zij gemeen hebben is een superieur gevoel voor kwaliteit. En daardoor is het Van Abbe Museum uitgegroeid tot een museum, meneer de burgemeester, van internationale allure. De minister, noodgedwongen versterkt door een megafoon, had wel een cadeautje bij zich voor de jarige, maar niet de blijvende financiële steun die Eindhoven bepleit. Koningin Beatrix kwam wat later op werkbezoek en liet zich door directeur Rudy Fuchs langs de topstukken van de collectie voeren. Dankzij een tijdelijk tweede van Abbe aan de Keizersgracht was voor het eerst het totale bezit aan moderne kunst te zien. Meer dan 60.000 bezoekers bezochten ooghoogte. Velen speelden in op het jubileum en zo konden museumbezoekers naar zichzelf kijken op een expositie van de Eindhovense fotograaf Martin Koppens, die kort na de opening overleed. Een felle herfststorm trof het dak van het Van Abbe, waar wegens lekkages de kunst tijdelijk een veilig heenkomen zocht. Ook de financiële huishouding van het museum bleek niet helemaal waterdicht. Geen rust op de plaats waar in recordtempo de bouw van het Philips Ontwikkel- en Productiecentrum voor Superchips werd voltooid. Kenmerkend zijn de louter uit filters en luchtbehandelingsapparatuur bestaande vloeren en plafonds van de werkruimte. Stof is de vijand van de submicrontechnologie. Dames en heren, in de stad van het licht. De gast bij een bekende gloeilampenfabriek. Kan ik mijn hoop op een vernieuwde verlichting nauwelijks passender zijn. Het Integrated Circuit Research and Development Center verklaar ik hiermee gaande geopend. Dank u zeer. Bekende gezichten waren erbij toen Prins Klaus in december de opening van het megalab verrichtte en als een soort bakker symbolisch de eerste siliciumplak in de oven schoof. Waar het resultaat aan de hoogst haalbare eisen moet voldoen, brengt dat grote veranderingen op de werkplek. De productiehal maakt plaats voor een uiterst steriele omgeving, waarin medewerkers zich volgens strenge normen omkleden in een soort van ruimtepak.
De enorme kosten van deze nieuwe technologie dwingen Philips tot samenwerking met andere bedrijven binnen en buiten Europa. En nog gaat de ontwikkeling naar steeds kleinere schakelingen onverminderd door. Een geboren en getogen Eindhovenaar, Dr. Wissedekker, was dit jaar zeer in het nieuws. Hij trad terug als president van de raad van bestuur van het Philips-concern, maar verscheen weer onmiddellijk in allerlei landelijke adviesorganen, waar hij meesprak over wisselende zaken als technologiebeleid en een betaalbare gezondheidszorg. Dekker zocht en vond als geen ander de internationale media om de belangen van het bedrijf uit te dragen. You know or may not know our new SL lamp, for instance. This is a... Zijn visies over een Europees industriebeleid wekte zelfs de niet onbegrijpelijke belangstelling van aartsconcurrent Japan. Business network. Naast twee eredoctoraten en andere onderscheidingen verkreeg hij ook het ereburgerschap van Eindhoven. Het college heeft dit gedaan uit waardering voor uw belangrijke bijdrage aan de industriële innovatie van Eindhoven en de wijze waarop u deze hebt uitgedragen. Ereburger Dekker heeft vele banden met de stad, waaronder die met het Jorisgilde in Stratum, dat hem als nieuwe beschermheer de versierselen omhing voor het statieportret met de eerste burger. Ja, daar gaat u. Veel minder staten gingen toe op het stadhuisplein toen een late zomerzotheid Eindhoven overviel. Onder Spaans gezang onderging een aantal eerstejaarsstudenten hun dood. Eindhoven raakte verhit door een invasie van 800 studenten die na eeuwen de stad opnieuw onder Spaanse overheersing leken te brengen. Maar ze kwamen slechts om te zingen op het eerste Tuna-festival en zorgden voor een uniek feest. Eeuwenoud is de traditie waarbij Spaanse studenten zingend rondtrekken om hun studiebeurs te vullen. De romantische serenades bleken hun effect ook niet te missen op Eindhovense senioras en senoritas. Zelfs het hart van de binnenstad liep er van over. In een jaar dat economie en werkgelegenheid in het Brabantse reden gaven tot voorzichtig optimisme, gonsde het op Eindhoven Airport van bedrijvigheid. Een handelscentrum verscheen in de stijgers en Dynamic Air betrok een eigen gebouw. Ex-wethouder De Kok kwam zich als oud-bestuurder van de luchthaven informeren en ook commissaris Van Acht gaf blijk van zijn bevlogenheid voor het jong ondernemerschap. Er kwam zelfs een noodbrug over het Beatrixkanaal om ruim baan te bieden aan de 200.000 bezoekers van de open dag van de luchtmacht. Een hele stad was uitgelopen om zich te laten informeren over de laatste snufjes van het vliegend krijgsbedrijf. Maar de meesten waren gewoon gekomen voor het kleurige spektakel. En hoe je het ook bekeek, het vloog. Het stuntteam van de Franse luchtmacht stal de show met een adembenemend luchtballet dat eindigde in een schijnbaar vrije val.